grootste uitdaging op dit moment voor Equal Pay Day is het feit dat we veel meer vrouwen en mannen er bewust van moeten maken dat die loonkloof nog bestaat. Om te beginnen, een loonkloof van 20%, die wij met ons Equal Pay Day indicator, die gebaseerd is op de officiële statistieken, dat we zien dat die loonkloof van 20%, die wij baseren op het maandloon van vrouwen en mannen die zowel voltijds als deeltijds werken, die 20% die moeten we echt naar beneden krijgen. We zien dat dat lukt als we alleen maar de bruto uurlonen van de mensen die voltijds werken, als we die in rekening nemen, dan zien we dat onze Equal Pay Day acties echt wel effect gehad hebben. Wij zijn begonnen in 2005 met onze eerste actie. Toen waren de uurlonen, was het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen nog 15%. Nu is dat nog 5%. Dus daar hebben we wel vooruitgang geboekt. We moeten dat ook kunnen doen voor de maandlonen, zowel voor de voltijdse als voor de deeltijdse.